Nou ja, we zijn uh, al zo'n uh, 30 jaar boer, denk ik, hè? ondertussen. Ja. Ja. We moeten natuurlijk zorgen dat we in Nederland uh, de behoeftes van iedereen een beetje. Uh, dat we daar een oplossing voor vinden om die ruimte te verdelen. En ook stikstofruimte. Maar het, is, het gaat niet alleen om stikstofruimte. Het gaat natuurlijk ook om uh, voedselzekerheid die we moeten hebben. En uh, je zag wel in de tijden van corona dat vliegen niet meer zo belangrijk was. En die voedselzekerheid toch wel. En dat is denk ik in Nederland aan de hand. We willen allemaal onze ruimtes en de natuur en de luchthavens en de wegen. Alles is gegroeid. Nu wordt er gezegd van, ja, de landbouw moet even een hele stap terugmaken. En of dat dat zo eerlijk is, dat is even de vraag. De natuurorganisaties, de boeren, de, de luchtvaart, euh, nou ja, de industrie en zo, dat je... We moeten meer begrip hebben voor elkaar, denk ik. We zijn allemaal op een eilandje gekomen. Iedereen verdedigt zijn eigen ding. En, en vooral boeren en natuurorganisaties denken: als we meer in gesprek komen, dat we meer voor elkaar kunnen doen. En dan zijn er al heel veel problemen opgelost. En dan komt dat begrip ook echt wel weer terug, denk ik. Nou, we gaan de korte keten in. Uh, we beginnen een klein winkeltje aan huis en een uh, automaat aan de weg. Want we willen natuurlijk graag uh, boer blijven, dus ik word geen winkelier en Mark ook niet. Dus we willen trekken rijden en in de stal lopen. En door die automaat kunnen uh, consumenten gewoon uh, op alle dagen uh, daar onze producten kopen. En in het winkeltje dan hebben ze... Uh, nou, dan heb je het contact zeg maar, met de mensen en dan komen ze voor een grote voorraad en dan het leuke daarvan is dat uh, alle negativiteit van uh, uh, wat er in de pers uh, en uh, op uh, social media soms over je heen komt als de boer, dat uh, wordt in de winkel dan weer goed gemaakt, want dan heb je leuke gesprekken, soms hele lange gesprekken met uh, hoe het goed moet of hoe het niet moet of wel het moet en ik vertel altijd hoe wij het doen. Nou, het, en is, dat is, uh... het is een mooi moment uh, dat je contact hebt met, met een klant, zeg maar. En, uh, dan, dan kan je ook uitleggen het verhaal erbij, hoe we het doen, waarom we het zo doen. En als wij uh, grote vrachtauto aardappels aan een frietfabriek leveren, komt dat verhaal niet mee. Ik doe ook nog wat boerderij-educatie daarnaast. Dus er komen hier schoolklassen. En dan vraag ik ook altijd: van wie heeft er een moestuin? Want mensen die een moestuin hebben, die snappen al heel veel hoe het, hoe het gaat. En hoe moeilijk het soms is: hè, dat je last hebt van insecten, en van plagen, en van droogte, en van nattigheid. En dus die, dan heb je al gelijk een soort uh, van: oh ja, dat herken ik. En, uh, en, en dat, dat is heel leuk, dat je mekaars wereld wel gaat begrijpen. En dat ze snappen waarom wij soms keuzes moeten maken die er gemaakt moeten worden. Ze hoeven van ons niets. Uh, ze hoeven niet het bedrijf over te nemen. Mag wel. Uh, het wordt een hele uitdaging om dat met elkaar te gaan doen, de kinderen en Karen en ik, uh, om dat samen, uh, dat proces in te gaan. Maar dat doen we op zich graag. Alleen de wil van hun kant moet er ook echt, echt zijn. Ik zou heel graag uh, willen dat ze iets doen waar ze, wat ze zich prettig bij voelen. Maar ik weet zeker dat we dan uh, trekkers op waterstof hebben, uh, nog meer bezig zijn met natuur inclusief. Ik hoop gewoon dat er meer garantieinkomen is voor die Nederlandse boer. Dat dat ook van de grond komt. Dat, wij, dat we toch weer wat meer steun krijgen zoals eigenlijk onze vaders gehad hebben. Ik denk wel dat we aansturen op dat, dat ze allebei een deel van het bedrijf overnemen. Zodat ze niet financieel aan elkaar vastzitten. En dan kunnen ze nog samenwerken zoveel ze willen. Maar ieder een eigen, eigen gedeelte van het bedrijf. Dat zou heel mooi zijn. En als ze onderweg denken: van ja, maar dit wil ik niet zo hard werken voor soms een beetje. Uh, ik word wel vrachtwagenchauffeur of uh, boekhouder of wat dan ook, ook goed.